Lieve mensen, een heel hartelijk welkom weer op de bemoedigingssite. Fijn dat je weer even aanschuift en komt kijken. Ik spreek ook deze bemoediging weer uit in de naam van onze Heer Jezus, die het licht van ons leven is. De Heer van ons leven, de Heer van ons bestaan. Hij die weet hoe we ons voelen. En ik ga het met je hebben over: Heer, verander mij. Heer, laat me meer op u lijken. Heer, verander mij. Wat betekent dat? Want je zou bijna gaan denken dat als de Heer ons gaat veranderen, dat we dan onszelf gaan verliezen. Dat je dan eigenschappen van jezelf gaat verliezen. Je identiteit misschien wel gaat verliezen. Ik heb vroeger wel eens het idee gehad dat ik dan zou gaan lijken op mensen die allemaal heel erg evenwichtig zijn en heel erg in balans en heel erg zeker. Terwijl, ja, is dat het beeld? Is dat wat Heer verander mij eigenlijk in ons leven uitwerkt? En nu hoorde ik laatst iemand vertellen over veranderingen en veranderingsprocessen. Dat die persoon zei: het is alsof je altijd gewend bent, kom ik in deze situatie, dan ga ik zo en zo reageren. Je hoeft maar dit te doen en ik word bijvoorbeeld boos. Daar reageer ik altijd op met gevoelens van teleurstelling. Daar word ik altijd helemaal blij en opgewonden van. Je kunt allerlei van die vaste patronen hebben. En die vaste patronen, dat is, zegt het al, die zetten je vast. En wat God doet als Hij met ons bezig is en ons wil veranderen, dan is het in eerste plaats je vrijmaken uit die patronen. En je ruimte geven om eens opnieuw te kiezen: wil ik wel zo reageren als ik altijd reageer? Of zou ik ook anders kunnen reageren? En als jij, zeg maar uit jouw eigen hart en leven, je hebt 4 of 5 mogelijkheden om te reageren, en je bent altijd gewend om mogelijkheid 1 te doen, maar nu zou je kunnen zeggen: nou, misschien doe ik ook 2 of 3 of 4. En je komt in de vrijheid te staan, waardoor dat je kunt kiezen uit nog meer mogelijkheden, dan verlies jij niet jezelf, maar dan word je jezelf. Heer, verander mij, betekent eigenlijk: verander mij naar het plan zoals u over mij denkt. Met al die mogelijkheden, Heer, die u in mij gelegd hebt. En die ik mag ontdekken. Dat ik niet alleen maar vastgezet op 1 manier kan reageren op een bepaalde situatie, maar de mogelijkheid heb gevarieerd te reageren. Ik wil je meenemen naar een woord uit Jesaja 61. Zo'n prachtig woord over de geest van God en hoe die geest werkt in ons leven. Jezus die dit heeft gezegd over zijn eigen betekenis in ons leven, om het goede nieuws te brengen en om verslagen harten hoop te bieden en aan gevangenen, mensen die vastzitten in hun patronen, hun vrijlating bekend te maken, om geketenen de bevrijding aan te zeggen. Dat is het werk van God in ons leven. En dan staat er om alle treurenden te troosten en aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad. Feestgeklei in plaats van verslagenheid. Want wat hier wordt gezegd is: er komen andere mogelijkheden. Er zullen andere perspectieven voor je zijn dan op die vastgeroeste manier te reageren met alleen maar rouw, met alleen maar verdriet, met alleen maar verslagenheid. Op een andere manier, sterker, maar nog steeds jezelf.
En dat vind ik wel een hele mooie gedachte. Heer, verander mij is een genezend werk aan onze ziel om ons te brengen bij hoe God over ons denkt. Wat God met je leven wil. En daarom mag je dat lied ook zingen. Verander mij, Heer. Heer, verander mij. Je mag het zingen, je mag het bidden, je mag het verlangen. Dat bid ik je toe, in Jezus' naam.